Oh ja, komt hier het spektakelstuk. Het moet er niet uitzien alsof ik bij de toppers zit. Oh mijn hemel. Als je hier bent voor de ASOS Shoplog, skip dan vooral naar 7 minuten 30. Ik ga het eerst nog even hebben over kerstdepressies en oliebollen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb rond deze tijd van het jaar zo'n verschrikkelijke zin in oliebollen. En ik ben dus al 4 dagen naar de oliebollenkramen hier in de buurt gefietst. Dat is een heel klein keetje waarvan de openingstijden niet te achterhalen zijn. Dinsdag naartoe gefietst in de kou, dicht. Woensdag naartoe gefietst in de kou, dicht. Gisteren naartoe gefietst in de kou, dicht. Vervolgens ben ik gaan zoeken bij de supermarkt, bij de snackbar. Wat op zich vind ik een logische plek is, want het is toch een soort snack en je kan er frituren. Bij het tankstation. Zelfs de McDonald's had niet even een McFlurry oliebol. En ondertussen smachtte ik naar zo'n lekkere, lauwe oliebol die zo van buiten helemaal lekker knapperig is. En van binnen zo'n zompige deegbal. Ik ben er net nog 1 keer naartoe gefietst. En wat denk je? Ja, hij was open! Oliebol, eindelijk. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. Oeh, ik heb een nieuwe lens. Het beeld is prachtig, alleen nogal, hij is nogal in your face. Ik ben weer eens in het bos. Ik ben een paar dagen vrij en als ik vrij ben en in principe niet echt iets te doen heb, dan heb ik 2 regels voor mezelf. 1 is, ik moet mijn bed uit en douchen en me aankleden dus. En regel 2 is, ik moet naar buiten. Of nou is om te hardlopen of boodschap te doen of voor een nutteloos wandelingetje. Even frisse lucht. En het helpt mij om eventuele sombere buien te voorkomen of soms zelfs een klein beetje op te lossen. En heel eerlijk gezegd lagen die sombere buien wel een beetje op de loer zo rond de kerstdagen. Maar het heeft net geregend, dus ik heb het hele bos voor mezelf. Dus ik ga eerst nog even een stukje wandelen. En dan zal ik je vertellen over mijn eerste eenzame kerst als vrijgezel in 7 jaar. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies make too gray, we're gonna be okay. Soms kan het bos heel mooi zijn als het net heeft geregend, maar nu was het zo grijs en troosteloos. Ik dacht, ik ga alleen maar shots maken van dingen die ik lelijk vind in het bos. Sorry daarvoor. Hold my hand. Don't let go. I understand. Zo, kerst is godzijdank voorbij. Nu maak ik het misschien iets dramatischer dan noodzakelijk, maar ik zag er heel erg tegenop. Kerst is gewoon zo'n ding wat je met z'n tweeën viert met je familie en romantisch en gezellig en pff, ik had er allemaal geen zin in. Als je vrijgezel bent is 1 kerstdag meer dan genoeg. Ik hoop natuurlijk dat jullie wel allemaal een hele vrolijke kerst hebben gehad. Ik heb best wel leuke dingen gedaan. Ik ben op kerstavond eigenlijk door Joost uitgenodigd om bij Janine te komen eten hier in Hilversum. Het was een hele leuke, interessante avond. We hebben een van de slechtste films ooit gekeken, de Polar Express. Nou, ik heb nog nooit zoiets lelijks gezien. Het was zo slecht geanimeerd. Vooral, er zat 1 donker meisje in. Nou, ik weet niet precies hoe oud die film is, maar de techniek was er denk ik nog niet klaar voor. Want iedere keer als zij in beeld kwam, moesten we gewoon lachen van hoe slecht zij eruit zag. En het hoogtepunt van de avond was toch wel dat ik dezelfde outfit bleek aan te hebben als Tess, de hond van Janine. Fashion twins. En toen was het eerst kerstdag en toen dacht ik, weet je wat? Ik ga lekker naar mijn werk. Want ik moest nog iets afmaken voor het nieuwe jaar. Ik dacht, nou, dat kan ik nu mooi doen, want het is waarschijnlijk lekker rustig. Niemand gaat me storen. En ik heb toch verder geen plannen. En dat was ook echt zo. Ik heb lekker kunnen doorwerken. Alleen wat me een beetje tegenviel, is dat ik echt de enige in het hele pand was. Dus ik kwam 's morgens aan en er zat een bewaker bij de receptie. En die keek echt naar me alsof ik een soort inbreker was. Wat kom je doen? Werken. Waarvoor? Voor kinderen. Welke verdieping?
De vierde. Oké, en tot hoe laat? Ja, 5:30 of zo. Toen zei hij dus dat ik inderdaad de enige in het pand was. En het was al 1:00 PM of zo. Dus ik was ook de enige die er de hele dag is geweest. En toen heb ik s'avonds lekker stampotje voor mezelf gemaakt. En All You Need Is Love gekeken. Ik kreeg de hele dag allemaal bezorgde berichtjes van mensen die zich afvroegen of het wel goed bij me ging. Want ik ging werken op eerste kerstdag, maar... Ja, weet je, het was eigenlijk prima. En wat wel hielp is dat ik, als ik eerlijk ben, het weekend voor kerst had ik wel een soort kleine mentale inzinking. Of een grote mentale inzinking. Flink, ik was gewoon even extreem somber. Heel veel gehuild en allerlei depressieve dingen gedacht. En ja, daarna ging het eigenlijk wel weer. Ik vind het best moeilijk hoe ik dit in een vlog moet vertellen, want... Aan de ene kant vind ik dat het best goed is als mensen eerlijk zijn op internet. En dat ik vind het goed dat het ook niet lijkt alsof mijn hele leven één grote aaneenschakeling van hoogtepunt is. Maar tegelijkertijd wil ik niet dat het aanstellerig overkomt of aandachtvragerig of dramatisch. Want dat is het allemaal niet. Het gaat verder prima. Alleen soms heb ik een soort kleine terugval in het verwerkingsproces van mijn liefdesverdriet. En bij mij is dat dan altijd even heel heftig. En daarna gaat het eigenlijk wel weer, want dan blijkbaar moest het er gewoon even uit. En dus op eerste kerstdag voel ik me helemaal niet eenzaam. En op tweede kerstdag was het heel gezellig met mijn ouders en mijn broer en zijn vrouw en al die kinderen en nog de extended family erbij. Mijn moeder had een enorme kalkoen gemaakt. Echt veel te groot, maar heel lekker. En ik had een lekkere vega champignonprut gemaakt. En er waren heel veel lekkere toetjes. En dat was eigenlijk gewoon de perfecte gezinskerst. En ik had er totaal geen last van dat ik dan weer als vrijgezel aan tafel zat. Als je daar meer over wil weten of je hebt een andere vraag aan mij. Of je wil me iets vertellen, dat komt goed uit. Want mijn volgende video is vlog 170. En betekent dat het tijd is voor een Q&A. Dus laat onder deze video in de comments even een vraag achter. Of je mag ook iets vertellen aan mij. Het thema leek me leuk omdat het zo het eind van het jaar is. Of als die online komt, misschien begin van het jaar. Lijkt me leuk om terug te kijken op 2018. Dus heb je een vraag over iets uit mijn vlogs of iets uit mijn leven. Of wil je iets vertellen over je eigen leven? Wil je daar mijn visie op of wil je gewoon iets kwijt? Vind ik ook heel interessant. Laat je vraag achter in de reacties. Maar het allerleukste wat ik eigenlijk heb gedaan wat kerstig was... was de kerstborrel van mijn werk, van BNNVARA. Dat is altijd echt een heel goed feest. Het thema was dit jaar glitter. En nou weet ik van eerdere jaren dat je eigenlijk niet overdressed op de BNNVARA kerstborrel kan komen. Want er is altijd wel iemand die iets gekkers aan heeft dan jij. Dus dacht ik, moet een vette outfit scoren. En daarvan heb ik een shoplog opgenomen en daar gaan we nu even naar kijken. Oké, morgen heb ik het kerstfeest van mijn werk en de dresscode is glitter. Normaal gesproken zou ik me daar niks van aantrekken, maar ik dacht... laat ik één glitter dingetje, een glitter overhemd of een glitter trui of een glitter shirt of één klein dingetje, dacht ik. Bestel één dingetje. Dat is mislukt. Ik heb wat dingen besteld. Ik dacht, ik laat ze even snel jullie zien, want dat vond ik de vorige keer heel leuk. Kijk. Moet erbij zeggen, alles wat ik niet leuk vind, niet pas, gaat meteen weer terug hoor. Dit is het glitter shirt wat ik had bedacht. Oh mijn god. Ik dacht dat het zilver was, maar het is goud. Het glittert wel lekker. Deze kan sowieso. Kijk, het zijn allemaal hele kleine gouden sparkles. Prima. Deze voldoet aan de dresscode. Verder niks aan. Nou, een broek. Oké, dit is mijn glitter shirt. Het zit goed. Je moet even strijken als het dan niet smelt tenminste. En het glittert goed. En dan is dit een soort kool shirt. Ik heb namelijk een hele mooie kooltrui. Maar ten eerste vind ik die best wel gewaagd om aan te doen. En ten tweede is die... fucking warm. Dus misschien een cool shirt dat het... En dat is ook iets minder hoog. Iets minder turtleneck vibe. Dit is mijn turtleneck. Ik weet niet. Het zit toch een beetje strak alsof ik zo ga inbreken ergens. De coltrui heb ik teruggestuurd, want hij zat veel te strak om mijn spieren. Glitter sokken. Oeh, zijn wel hele dunne sokjes. Wel glitter. Oh, zit alles nu al onder de glitter? Ik heb de sokken ook teruggestuurd, want ik vond ze lelijk en ze zaten voor geen meter. Wat hebben we hier? Oh ja! Ik dacht, als ik toch dingen aan het kopen ben, kan ik net zo goed die hardloopbroek kopen. Ik had laatst in een vlog gevraagd, wat doe je aan als het koud is en je wil hardlopen? En je wil niet zo'n hele strakke legging aan. Toen zei eigenlijk iedereen die hardloopt, je moet wel zo'n strakke legging aan, want dat loopt fantastisch. En met de hardlooplegging is het trouwens heel goed afgelopen. Ik draag hem nu iedere keer tijdens hardlopen, kijk maar. Doe er wel nog steeds een korte broek overheen. Wat hebben we hier? Dit is gewoon een simpel zwart shirt. Want daar heb je er nooit genoeg van. Volgens mij is hij ook ietsje langer dan normaal. Dat is wel prettig.
als je zelf ook wat langer dan normaal bent? Een zwart shirt. Toen dacht ik, ik heb eigenlijk ook nog geen schoenen voor de winter. Ik heb wel heel veel nette schoenen voor de winter, maar geen sneakers. Terwijl, soms wil je gewoon even dat het lekker zit. Ik heb twee paar gekocht. Deze Nike Air Max. En deze, volgens mij is dit eigenlijk gewoon een zwarte uitvoering van die witte die ik de hele zomer heb gedragen. Dus dat moet goed zitten. Wat zeggen jullie, Nike Air Max of Nike Air Force? Ik denk dat ik ze, als ze lekker zitten, dat ik ze allebei hou. Schoenen zijn duur, hè? Ik heb uiteindelijk helaas de Nike Air Max moeten terugsturen, want die zaten echt totaal niet lekker bij mijn tenen. De andere Nikes heb ik wel gehouden. Oh ja, komt hier het spektakelstuk. Oké, hou je vast. Ik dacht, als ik dit jasje ergens overheen doe, is het sowieso goed. Niet alleen het kerstfeest, maar ben ik zeg voor de rest van mijn leven ben ik klaar als ik naar een feestje ga. Alleen, het moet er niet uitzien alsof ik bij de toppers zit. Oh, mijn hemel. Oh, dear. Je ziet het niet eens op camera. Het lijkt helemaal paars. Maar het is meer een soort... Oh, hè? Hey, je ziet het niet. Het is niet paars, mensen. Het is meer... Het is wel ietsje mooier. Maar het is nog steeds vrij heftig. En het is zo zwaar. Ik ga hem gelijk even proberen. Met mijn zwarte shirt of met mijn zwarte glitteroverhemd. Is dit too much? Oh, kijk. Nu zie je het iets beter, wat de echte kleur is. Het is maar een beetje roze, paars, geel, goud. Heel subtiel. Kan ik dit aan? Maar dan niet met de turtleneck, denk ik. Kan ik hier mijn jas overheen doen? Het lijkt wel bijna een soort leren overhemd. Dit is eigenlijk iets te veel glitter, maar het voordeel is wel dat als ik deze uittrek, omdat ik het te warm krijg, mijn showbiz quizpresentator jas, heb ik nog steeds glitter aan. Als ik nou mijn glitterjas over mijn zwarte shirt aandoe. Ja, dat is wel het beste, denk ik toch. Ik denk dat dit de face outfit wordt. Zwart shirt, glitterjas. En de glitterjas was een schot in de roos. Ik heb nog nooit zoveel aanspraak gehad op een feestje. Alle vrouwen boven de 40 vroegen waar ik hem had gekocht. En alle gays van het hele feest wilden hem even passen. En dat mocht natuurlijk. Ik ben nog op zoek naar een nieuwe gelegenheid om hem aan te doen. Misschien met oud en nieuw. Eén klein minpuntje is dat ik hetzelfde jasje, inclusief de bijbehorende broek die ik niet heb gekocht, ook in de laatste aflevering van House of Talent zag, want Samir had hem aan. Goed, dat was het voor vandaag. Een beetje gekke kerstupdate vlog. Vergeet niet een vraag achter te laten in de comments of een verhaal over 2018. Alvast een hele fijne jaarwisseling. En volg me ook even op Instagram, brandewijs.nl. Doei! Waarom ben ik geen fashion gay?